Kijk, er zijn weinig dingen in mijn leven die ik maar half doe. Als ik iets doe, doe ik het ook meteen lekker fanatiek. En ook dit. Als ik supporter ben, dan wil ik ook winnen. Nou, ik heb een seizoenkaart voor Ajax. Al heel lang. En ik ga dus eigenlijk elke thuiswedstrijd. Ik heb er dit seizoen denk ik nog geen één overgeslagen. Meestal mijn hele club vrienden. Voelt gewoon als mijn thuisclub. Ondanks dat ik niet in Amsterdam geboren ben, voel ik me er wel heel erg mee verbonden. Ik hou wel van een klein beetje je lef tonen in je sport. Ik vind hardlopen ook leuk. Zoals laatst met die Johan Cruijff-run, daar kan ik van genieten. Maar ik sta liever op een hoge berg dat je daarna echt kan zeggen, jeetje, dat dit gelukt is, wat gaaf. Of bij dat obstacle course racing, daar heb ik meegedaan aan het wereldkampioenschap. Dat zit er misschien wel in, dat ik vaak grenzen opzoek. In mijn sport, maar ook wel gewoon in doelen die ik wil bereiken. Ik had er vroeger nooit van kunnen dromen dat ik raadslid van Amsterdam zou worden. Nou, door de week is het gewoon hard werk op school. En ook daar ben ik enthousiast met mijn sport. Dat ik echt kinderen probeer te stimuleren van haal het beste uit jezelf. Zo, dat is één. Dit wordt hem? Dit gaat hem worden, ja. Het nieuwe kantoor. Nou, eigenlijk is de hele school plat gegaan, behalve het oude stuk. We hebben nog een klein stukje oud. De rest is helemaal tegen de vlakte gegaan en er is een heel nieuw gebouw gekomen. Ik vind het zo mooi. Ik ben echt de hele tijd dat ik denk, ah. En ik werk hier nu 4 jaar en al 4 jaar praten we over de verbouwing. En nou is het gewoon af. Ik heb op verschillende scholen in Amsterdam gewerkt. Maar op een gegeven moment kwam er een hele mooie vacature voor Conrector tweetalig onderwijs. Ja, dat vond ik echt een mooie uitdaging, dus ik ben in Hoorn gaan werken. Ik ben niet heel erg politiek opgevoed. Mijn ouders waren katholiek. En het was gewoon vanzelfsprekend, dan stem je op het CDA en daar was het mee klaar. We hadden thuis niet hele debatten of aan tafel allerlei maatschappelijke discussies. Nee, het ging gewoon over praktische dingen. Ja, maar wat is het dan wat er is gebeurd of wat in jou zit dat het toch... Nou, ik denk dat het komt door mijn opleiding. Ik ben biologie gaan studeren en heb heel veel toen gereisd ook. Ik heb toen een tijd in het oerwoud gezeten in Frans-Guyana met allerlei bijzondere mensen. Ik heb op allerlei plekken projecten gedaan en dan zie je dat, nou ja, dat kleine stukje van meedenken met mensen, hoe kan je dingen verbeteren, dat was dan wel vanuit de wetenschap. Maar ik had echt dat maatschappelijke al heel lang in me. Heeft iemand serieus moeite genomen om die planten mee te verhuizen? Dat blijft. Ja, dat vind ik echt verrassend. Want deze zijn best wel lelijk. Ik denk dat je in de raad meer zeggenschap hebt om dingen te verbeteren. En dat is ook waarom ik uiteindelijk niet meer voor de klas sta, maar in de directie zit. Ik vind altijd overal wel wat van. En nu kan je ook echt zorgen dat de ideeën die je hebt uitgevoerd gaan worden. En ik wil zorgen dat Amsterdam nog mooier wordt dan het al is. Dat de dingen nog beter gaan dan ze al gaan. En ik wil ook dat elk kind in Amsterdam vrij een school kan kiezen. Dat we dus afgaan van het lotingsbeleid, van de postcodebeleid. Het is allemaal net aangeplant. Maar het ziet er wel fantastisch uit. Ben je ook klaar voor dat politieke spel? Ik denk dat ik daar steeds meer klaar voor ben. Ik heb natuurlijk de bestuurscommissie in Zuidoost meegemaakt. Daar heb ik best wel een hoop geleerd. Allereerst vond ik het lastig dat je heel veel geduld moet hebben in de politiek. Wil je iets voor elkaar krijgen, duurt het lang. Verder heb je ook hele lange, hele saaie vergaderingen. Dus dat waren punten, daar heb ik me al overheen gezet. Dat lukt. En dan het politieke spel vind ik ook wel mooi om te observeren. En op een gegeven moment krijg je het wel steeds beter door. Hoe gaat die combinatie eruit zien? En elke wedstrijd bijwonen en in de raad? De meeste wedstrijden zijn op zondag. En op zondag is er geen vergadering. Nee, maar het kan natuurlijk een keer gebeuren. Het kan een keer gebeuren, belangrijk spoeddebat 's avonds en een wedstrijd. Ja, nou dan moeten de keuzes gemaakt worden. En? Gelukkig is dat nog niet aan de hand. Maar wat gaan we dan kiezen? Ja, dat ga ik tegen die tijd zien. Dat hangt echt heel erg van het onderwerp af. Maar het is niet automatisch een spoeddebat. Maar als het een belangrijk onderwerp is waar ik zelf over ga, dan ontkom je er niet aan. Ja, het is wel een belangrijke verantwoordelijkheid, raadslid. Ik vind, dan moet je ook niet veel weglopen. Maar het gaat wel lastig worden.